Hi en welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik naar de Influencers Closet Sale van Laura Ponticorvo. Ik heb hem net klaargemaakt. Ik heb een beetje haast, daarom praat ik zo snel. Ik ga er nu heen rijden. En ik doe daar pas lipstift op en alles. Dus let's go. Nou, we zijn nu aangekomen in Amsterdam met Kira en mijn nichtje en Megan. En ja, wat gaan we doen? Naar binnen, denk ik. Het is heel koud. Wacht. Oké, nou. Bye. Nee, die heb ik nu niet. Nou, we zijn nu al. Hoe lang zijn we er al? Een uur? Ja. Het klopt, het is heel leuk. Het is ook druk. En ik heb al een jurkje gekocht. Ik ook. Hier ook. Ik zal hem, denk ik, thuis pas laten zien. Ja, mijn nichtje is niet aan het passen. Daarom zitten we hier even. Maar het is wel heel leuk. Ja, echt ook heel groot. En veel kleren, schoenen. Sieraden, tassen, eigenlijk alles wel. Alles. DJ. Make-up. Je kan je make-up laten doen. Je kan je nagels laten lakken. Volgens mij kan je zelfs je haar laten krullen. Ja. Volgens mij echt alles. Ja. Ik zal daar ook nog wel even filmen. De zaal. De ruimte. Dus ja. Misschien kopen we wel nog meer, maar ik laat het sowieso allemaal straks thuis zien. Yes. Nou jongens, wat gezellig! Jij zat hier wel je kleren te kopen. Ja, ik doe wel mijn best. Maar ik wil een deel van mijn opbrengst gaat naar Greenpeace. Ja, ik weet niet hoeveel. Dat maakt niet uit, kijk je nou lekker. Nou, ik ben weer thuis van de closet sale. Ik heb trouwens mijn extensions er al uitgehaald. Want er is niks zo fijn als thuiskomen na een hele dag extensions in hebben gehad. Om ze dan uit te doen. Ik heb niet mega veel gefilmd op de closet sale. Ja, toen ik daar aankwam was het sowieso heel erg druk. En er waren super veel lieve leuke mensen die ik kende. Dus waar ik ook mee heb staan praten. En sowieso was er heel veel kleren lagen er. En er was gewoon heel veel te doen dat ik eigenlijk bijna vergeten ben om überhaupt te filmen. Dus ik heb een paar kleine fragmentjes. Maar ja, ik hoop dat het genoeg is. Wat ik wel nog even wil laten zien is wat ik heb gekocht. Want ik heb één leuk jurkje gekocht. Je kon natuurlijk kleren kopen van influencers zelf. Die hun kleren aan het verkopen waren. Maar Laura Ponticorvo had zelf ook van haar eigen webshop. By Lau. Daar heel veel kleren hangen. Dus dat is dan geen tweedehand, zeg maar, want het is van haar winkel. En daar had ik een superleuk jurkje gevonden. Want ik heb wel bij de kraampjes van de influencers en zo gekeken, maar niet echt goed naar de kleren. Maar van By Lau, dus van de webshop van Laura, heb ik wel een superleuk jurkje. Dat is deze. Het is zeg maar een zebra print jurkje. En ja, hij is dan zo lang en dan zo geruffeld. Wacht. Zeg maar zo. Zie je dit? Dus die is super leuk. En wat ik toevallig zag is, ik had hem net gekocht. En toen zag ik dat Laura deze aan had op de closet sale. Dus dat was heel leuk. Zag ik ook meteen dat hij eruit zag als iemand hem aan had. Dus deze heb ik gekocht. En deze was 30 euro. Ik weet niet of die, en als je hem zo online bestelt, duurder is. Of dat die misschien met korting daar lag. Dat weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval voor 30 euro op de closet sale. En iedereen kreeg op het einde ook nog een goodie bag. Deze. Dus dit kreeg iedereen. Dus iedereen die naar het evenement is geweest, ging naar huis met een superleuke goodie bag. En ik kreeg ook meteen een leuke tas van By Lau. En ik zal even snel laten zien wat erin zit. Want ik weet niet, het is toch wel altijd leuk om te weten. Ten eerste zit er een pet in. En dit is super schattig. Dit is gewoon een zwarte pet. En er staat dan By Lau op.
Oh, mijn haar zit ook echt voor geen meter. Het regende echt zo hard vandaag, dus sorry. Dan zitten er ook nog een paar leuke kortingsbonnen in van een paar stands die daar waren op de Closet Sale. Dan een leuk tasje, een toilettasje. Staat op Even Angels Have a Dark Side. Dus het is gewoon zo een tasje. Een kleine droogshampoo van Batiste. Dan van Knijp een body creme Silky Secret. Dus gewoon een body creme. Altijd top. Dan hebben ze een super schattig klein wenkbrauwpotloodje van Benefit. De Goofproof Brow Pencil. En het is echt een mini klein wenkbrauwpotloodje. Ik kan het ook echt zien. Wacht. Hij is echt mini. En dan ook nog een masker. Van L'Oreal Elvive Dream Length. En dit is voor je haar. Dus dit is een lekker haarmasker. Het heet The Heat Mask. Dus die ga ik zeker proberen. En dan ook nog als laatste. Dan is de tas leeg. Een gezichtsmasker van May Beauty. The Incredible Face Mask. Removes blackheads, dead skin, oil en impurities. Ja, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Maar volgens mij is dit zo'n zwart masker. Volgens mij. Het masker trekt dan uit en verwijdert onzuiverheden en dode huidcellen die vastzitten in de poriën. Laat het schoner zachter en mooier uit achter. Breng een masker aan om een droog gezicht en verwijdert de wenkbrauwen. Het masker kan ook gezichtsharen verwijderen. Dus ja, dat is alles wat in de goodiebag zit. Ik dacht, dat is wel even leuk om te laten zien voor de mensen die er niet zijn geweest. Ik ben altijd de persoon die het leuk vindt om te zien wat iemand krijgt in een goodie bag. Dus ja, ik hoop dat jullie dit een leuke korte video vinden. Ik denk dat ik deze ga uploaden als een extra video, omdat die waarschijnlijk niet heel lang is. Ja, ik heb een heel leuke tijd gehad bij de Closet Sale. En ik weet eigenlijk niet wat ik nog meer moet vertellen. Binnenkort komt er vast weer een nieuwe video online van mij. Dus ja, jullie zien mij denk ik gewoon weer in mijn volgende video. Fijne avond of middag of wel. Tot de volgende video.